In deze film gaan we een soort schilderijtje maken. En om dat te doen zijn er verschillende stappen die we moeten maken. Ik ga ze met je allemaal even doorlopen. En om te beginnen ga ik mijn document een beetje voorbereiden. Ik ga straks verschillende bewerkingen doen en het kan zijn dat ik niet helemaal happy ben met een van die bewerkingen en dat ik het later nog aan wil passen. Dus ik ga eerst mijn foto omzetten in een slim object. Nu is het een standaard laag en als we dus iets gaan doen dan heeft dat invloed op die laag. En met een slim object werkt dat net iets anders. Dat doe je heel eenvoudig. Je gaat gewoon naar de laag, je klikt er met rechts op en je zegt omzetten in slim object. En deze laag ga ik dupliceren met de sneltoets Ctrl J. Deze twee lagen heb ik straks nog nodig, maar ik ga eerst even een canvas structuur maken. Dat doe ik door een nieuwe laag aan te maken. Daar gebruik ik Ctrl Shift en N voor en deze nieuwe laag noem ik Canvas. En deze laag ga ik vullen met wit. Nu is wit in mijn geval mijn achtergrondkleur. Is dat bij jou niet het geval, druk even op de D, dan is dat geregeld. Met Ctrl Backspace vul je de laag met wit. Deze laag ga ik ook omzetten in een slim object, want ik ga hier verschillende dingen aan doen. Ik ga hier om te beginnen bijvoorbeeld wat ruis aan toevoegen. En dat doe je via filter ruis en ruis. De waarde. Nou, in mijn geval werkt zo rond de 25% het beste, maar als je inzoomt naar 100% zorg dat je ongeveer zo'n structuur krijgt. De distributie staat op uniform en de ruis is monochromatisch en ik druk op oké. OK. En vervolgens kan ik hier een structuur aan toe gaan voegen. Dat doe je via filter en de filter gallery. Ik maak hem even wat kleiner zodat hij beter in beeld valt. En wat je moet hebben dat is hierbij structuur en dan heb je daar structuurmaker. Nou, we willen natuurlijk geen steentjes dus ik maak van steen canvas om te beginnen. En de schaal die zet ik wat groter zodat het allemaal wat grover wordt. Zeg maar zo rond de 130. En het relief, dat haal ik iets omlaag. Dat is de diepte ervan. Het licht komt van rechtsboven, dus dat vind ik prima. En ik druk op OK. Weet hier nou niet mee eens, wil je dit nou nog veranderen? Dubbelklik gewoon op het woord Filter Gallery. En je komt terug in het filter en je kunt weer alles aanpassen. Dat is het mooie van slimme objecten. Ik maak nog een nieuwe laag aan. En die noem ik Wolk. En die ga ik vullen met wolken. Dat doe ik via Filter. Even spieken, renderen en dan heb je daar wolken staan. En dit ga ik dadelijk over mijn canvas heen leggen als een soort ja-verschil. Uh, ik maak het wel eerst groter, dat doe ik met het verplaatsgereedschap en ik hou de alt ingedrukt. Dan gaat het mooi vanuit het midden. En ik pak gewoon een grove wolkenstructuur. Nu is het wel zo, ik heb die wolkenlaag gruwelijk uitgetrokken. Dus dat kom mijn ja, documentgrootte eigenlijk niet te goed. Er zitten heel veel pixels van wolken buiten het zichtbare gedeelte. Dus laat ik dat eerst even oplossen. Ik druk op Ctrl A om mijn document te selecteren en via afbeelding kies ik op uitsnijden. En al die overtollige pixels haal ik weer weg. Met Ctrl D heb ik vervolgens de selectie op. En de modus van deze laag die zet ik niet op normaal, maar die zet ik op bedekken. En ik haal de dekking een klein beetje omlaag. En je ziet, er komt een beetje verschil in mijn canvas. Dit is zonder wolken en dit is met. En vervolgens hou ik de ctrl ingedrukt. Klik ik op de laag canvas zodat ze allebei zijn geselecteerd. En zet ik ze via ctrl-g gewoon mooi in een groep. En die groep die noem ik canvas structuur. Nu hebben we natuurlijk de canvas structuur erbovenop liggen. Maar ik wil hem ook zichtbaar hebben. En de laag zet ik daar gewoon in plaats van doorheen halen op vermenigvuldigen. En je ziet het al een klein beetje, maar als ik inzoom zie je het nog meer. Je ziet keurig de canvasstructuur ja, in de foto. De volgende stap, dat is via de onderste laag. De middelste zet ik even uit en de canvasstructuur ook. Maar we gaan dus met de onderste laag aan de slag. En daar gaan we eigenlijk gewoon eerst het foto-effect vandaan halen. Dat doe ik weer via de Filter Gallery. Dus Filter, Filter Gallery. En in dit geval ga je naar Artistiek en kies je voor Klodder. De penseelgrootte bepaalt eigenlijk ja, hoe vaak het wordt. Zet je die heel hoog, nou, dan hou je natuurlijk helemaal niks meer over. En zet je hem heel laag, dan lijkt het eigenlijk allemaal weinig effect te hebben. Welke waarde je hier moet hanteren? Ja, dat durf ik natuurlijk ook niet te zeggen. Dat is gewoon even een kwestie van persoonlijke smaak. Ik ga gewoon een klein beetje kijken wat werkt. En met de scherpte haal je eigenlijk een soort van details terug. Als je dat helemaal openzet, dan zie je wat er gebeurt. Ik denk op zich dat dit wel aardig is. En het type penseel, dat zet je op breed scherp. Laat ik in dit geval allebei de waarden 6 hanteren. En ik druk op OK. Dit is eigenlijk nog wel een tikkeltje te scherp. Dus dit ga ik wat verzachten. Doe ik via Filter, Vervagen en dan Slim Vervagen. En je kiest hier gewoon een fatsoenlijke radius, zeg maar zo rond de 10. En de drempel, wanneer het filter wordt toegepast, die hou je rond de 30. En de kwaliteit kies je natuurlijk gewoon voor hoog. En je drukt op OK. Ik wil nog wel echt een boost geven aan de kleuren. Dat doe ik middels een aanpassingsfilter hieronder bij het zwart-witte bolletje. En dan kies ik voor levendigheid. En in plaats van de verzadiging omhoog te gooien, als je dat doet, dan verzadig je alle kleuren. En ook degene die al redelijk verzadigd waren, die pak je dan mee. Maar pak je de levendigheid, de heel verzadigde kleuren, die laat hij dan gewoon met rust. En de rest gaat hij wel gewoon een, een mooie verzadiging geven. En ik ga nog een laag verder omhoog. Ik ga naar de laag die uitstond. En ook dat is een slim object. Maar ik ga hier een soort lijntje tekening van maken. Dat doe ik wederom via filter, de filter gallery. En ik kies dan voor stileer. De oplichtende rand. En dat gaat eigenlijk gewoon maar puur om uh, die randjes die erbij zitten. Dus de breedte, die kan gewoon lekker smal. Nou, de helderheid mag wel iets omhoog. En ik wil het allemaal wel een beetje vloeiend houden. Laat ik dat dus gewoon helemaal voluit zetten op 15 en ik druk op OKé. OK. Nu gaat het mij om de kleine lijntjes, de fijne lijntjes in de stijger bijvoorbeeld of in de horizon. Die wil ik er dadelijk overheen laten zien. Die zijn nu allemaal in kleur, dus dat zet ik eerst om in zwart-wit. Kun je met Ctrl-U doen of via hierboven aanpassingen. En dan heb je daar, even, even spieken waar het staat. En dan heb je daar kleurtoon en verzadiging, die zocht ik. En je haalt gewoon de verzadiging eruit. Mensen die veel met sneltoetsen werken, die zijn misschien gewend de verzadiging in één keer eruit te halen, is Ctrl-Shift-U. Alleen dat werkt bij een slim object niet. En ik ga deze laag omkeren, dus mijn lijntjes worden dan zwart en mijn achtergrond wordt wit. En de dekking van deze laag die zet ik op vermenigvuldigen. Zodat de zwarte lijntjes goed zichtbaar blijven. Als ik bijvoorbeeld inzoom dan zie je daar de zwarte lijntjes staan en ik kan het uit- en aanzetten. Eventueel kun je de dekking nog een klein beetje verlagen. Maar we zijn al een aardig end. en met de canvasstructuur er natuurlijk boven hebben we dit als resultaat. Wil ik hier nog een textuur op toe gaan voegen? En dat is op zich niet moeilijk. Je moet dan natuurlijk wel een textuur vinden, en dat had ik al gedaan voor mezelf. Ik heb deze textuur. Daar gaan we dadelijk ook mee aan de slag. En deze structuur die ga ik om te beginnen gewoon eens oppakken door er op te klikken op de laag en ik sleep hem naar mijn document en laat hem midden in mijn document vallen. Nu is deze uh, ja, verfstructuur, verfkostenstructuur, behoorlijk wat kleiner. Geen probleem, kan ik gewoon met het verplaatsgereedschap groot optrekken. Hou de Shift ingedrukt om de verhoudingen eventueel nog te veranderen. En je kunt hem natuurlijk ook gewoon een beetje draaien. En als je denkt, dit is wel aardig. Dubbelklik erop en hij staat. Nu is deze verfstructuur gewoon een zwarte vlek. Laten we die eerst eens even wit maken door gewoon op Ctrl I te drukken en het is een witte vlek. Nou, mooi. We willen dadelijk dat dit zichtbaar is van de foto en de rest niet. Dus ik moet eigenlijk van deze vlek een soort van masker gaan maken. En een masker dat is gebaseerd op zwart en wit. Nu heb ik in dit geval wit wat zichtbaar moet zijn, maar wat niet zichtbaar moet zijn, dat is nog transparant. Dus dat ga ik om te beginnen zwart maken. En dat doe ik door eerst een volle kleur aan te maken. Weer via het zwart-witte bolletje hier en een volle kleur. En je kiest gewoon voor zwart, drukt op oké OK en die sleep je er eventueel onder. Nu heb ik dus al een zwart-wit masker, daar kan ik iets mee gaan doen. Ik hou de ctrl ingedrukt, selecteer de bovenste laag en druk op ctrl-e om ze even samen te vatten. Nu moet ik dus een selectie gaan maken van wat zwart is en wat wit is. Nou, dat gaat heel eenvoudig via kanalen. Je hebt de Ctrl ingedrukt en je drukt gewoon op RGB. En op dat moment wordt al het witte geselecteerd. En het uh, grijze wat er tussen zit op de randen, dat wordt minder geselecteerd. En deze laag 1 kan gewoon uit. En je ziet, ik hou mijn selectie actief. Ik ga hier een masker van maken en dat doe ik om te beginnen is op de onderste laag. En als ik die laag geselecteerd heb, druk ik gewoon hier op het masker icoontje en je ziet, hij komt erbij. Ik hou er altijd ingedrukt en ik sleep hem ook naar de laag erboven. En je ziet, ik krijg opeens een canvas structuur met daaroverheen mijn tekening. Eventueel kun je nog gewoon als je op de bovenste laag gaat staan, een aanpassingslaag curve erin maken. En zo een klein beetje het contrast omhoog trekken. En uiteindelijk heb ik dit gewoon als eindresultaat. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei-doei.